zijn. Maar ik sta hier in de businessclub met de twee trainers, met Lucas Hoekman van Nunspeet en uiteraard Joram Hendricks van SVZW. En de goede gewoonte is dat wij de eerste vraag met de gast beginnen. Joram, als ik dat zeggen mag bij je voornaam. Hoe heb jij, beginnen we met de eerste helft, hoe heb jij de eerste helft beleefd? Is dat uitgekomen zoals je ongeveer gedacht had? Ja, want ik vind dat we heel vaak over de kant, op de linkerkant van Nunspeet door zijn gekomen. De uitzak van de spits opendraaien en naar de steekpaas geven. En Jesper Middelkamp was aan de rechterkant. Dan komen volgens mij vier, misschien wel vijf keer echt gewoon door. Dan is de bezetting in mijn beleving voor de goal niet goed en is de voorzet niet altijd goed. Daar scoren we slechts één keer uit. Dus in die zin is dat wel uitgekomen. We lieten Nunspeet juist iets komen. Dus in die zin van de omschakeling verdedigende aanval hebben we dat in mijn beleving met Vlagen best wel goed gedaan. Ja. Ja, je gaat de rust in met een voorsprong. Ja. Had je hem eigenlijk groter gedacht? De voorsprong? Nou, niet gedacht, wel gehoopt. Ik bedoel, het loopt, de wedstrijd loopt. Dus aan de voorkant denk ik niet van, nou, we staan in de rust met 2-3-0 voor. Nee, dat niet. Ik denk wel dat we er eentje extra bij hadden kunnen maken, wat ik net aangaf. Maar goed, je gaat met 1-0 die rust in en dan wat ik met name doe is mijn mannen waarschuwen voor het feit dat Nunspeet nog meer energie in gaat gooien, wat ze eigenlijk het eerste kwartier stelt ook deden. Dat ze wat slimme overtredingen willen maken en ja, iets teweeg willen brengen. Ja, dat gebeurt ook, zo ontstaat volgens mij ook de doelpunt bij mijn linkback. Die aan een shirtje wordt getrokken, maar dan heel naïef met zijn hand in de hoogte gaat. Ja, dan ga je geen duel meer winnen. Dat is volgens mij een ander spel. Doe dan ook iets. En dat gebeurt niet. En dan lopen er eigenlijk als makke schaapjes langs achteraan. En dan maken zij de 1-1. En ja, ik vind dan pakken we wel weer redelijk op. We hebben in ieder geval wat vaker de bal. En krijg je een paar keer een scrimmage voor toe. Jullie keeper wordt volgens mij ook man of the match. Nou, dat is misschien ook wel veelzeggend dan. En op het laatst krijgen we eigenlijk vanuit de omschakeling krijgen wij nog een enorme kans tegen. Krijgen jullie een enorme kans. Ja, dan mag je misschien ook wel blij zijn met een 1-1. Ik vind een 1-1 is uiteraard onderaan de streep wel terecht. Gezien spelbeeld. Maar ik vind, op dit moment zijn wij ook niet beter dan Nunspeet. Zo is ook het feit. Anders hadden wij hier ook 1 meer kansen gecreëerd, 2 meer doelpunten gemaakt. En 3 geen kans of doelpunt tegengekregen. En dat zijn de feiten. Dat heb ik al vaker gezegd in het virus. Ja, dat is heel vervelend, maar ja. Mag je mij nu even? Ja, natuurlijk. Ga ik even naar de hoogte. Ja, zeker. Lucas, dan gaan we even terug naar de eerste helft. Hoe zag jij die? Op dezelfde wijze als je collega? Ik denk het wel. Eerste kwartier zeker gelijkwaardig. Zo niet ietsje meer lichtveld overwicht. Daarna ging werden beter aan de bal. Met name het niet doordekken van ons op de as, op die spits die hem aan kon nemen en dan steeds kon steken aan de rechterkant. Bij hun, onze linkerkant, ja, dat was een paar keer heel gevaarlijk. Daarnaast kregen wij ook onze kansjes. Maar eerste spelbeeld, de 0-1 kwam op een enorm ongelukkig moment natuurlijk, 43e minuut dacht ik. Dus dan moet je altijd afwachten wat voor tikje dat voor je spelers oplevert. De opbouw bij hun was voor rust vooral via de rechterkant. Die back en die rechtercentrale deden dat goed. Dat hebben we beter gedaan in de tweede helft qua verdedigen. De linkerkant bij hun iets meer vrijgelaten. En begonnen goed. Ja, ik moet eerlijk zeggen, de jongens die begonnen energiek. We wilden ook de wedstrijd vandaag tenminste niet verliezen. Dat gevoel dat leefde ook wel. En naarmate de tweede helft vorderde, tweede helft, werd het veldoverwicht van Wierden weer wat beter. Meer balbezit voor Wierden. Alleen wij bleven gevaarlijk in de omschakeling. Ja, en dan kan hij inderdaad ook nog vallen in de laatste minuut. Wat we allemaal graag zouden gewild hebben. Maar ik kan met die 1-1 kan ik wel leven. Wierden is een goed voetballende ploeg. En als wij ons daaraan kunnen meten, dan zijn we op de goede weg. Als ik nog even een vervolgvraag. Je ging na de rust, die eerste wissel was ook Emil Goud. Was die op of zag jij het anders? Dat die niet genoeg rendement bracht? Onze eerste wissel was in de rust. Ja. Brachten we Mannix, die was op vakantie geweest, dus die kon sowieso niet starten. Brachten we terug op het veld. Dani die was geprikkeld omdat hij niet opgesteld werd vandaag in de basis.
Dus dan hoop je daar ook wat extra's van te zien als je hem dan wel brengt. Vervolgens was Emiel inderdaad, die zat er doorheen, die had er zoveel energie in gelegd. Groot voorbeeld voor anderen. En we dachten met Dominique nog ietsje meer power te brengen voorin. En dan met Vincent aan de buitenkant nog wat kansen te kunnen creëren. Nou ja, er kwam er één. Het bleef bij een 1-1 stand. Op het allerlaatst, die laatste seconde, echt de laatste seconde, in die blessuretijd. Want ik zat live in de uitzending, omdat er verder niks was. Anders hadden ze me wel laten staan. Maar ze zaten live erin en dan gaat in die laatste seconde gaat die bal er net voor langs. Zag jij ook die diepte dat hij ervoor langs zou gaan of zag je hem al hangen? Nou, één, ik snap wel dat ze jou live in de uitzending doen, want je hebt een goede radiostem. Maar ik zag hem niet hangen, want wij waren volgens mij in de aanval. Ik vind ons dan heel naïeve aanvallen op het laatst. Volgens mij 2-3 minuten. Heel veel mensen voor de bal. Ja, dan denk ik, ja, kom op jongens. Blijf gewoon in positie spelen, blijf in afspraken staan. En dat gebeurt dan niet. En, ja, ik was blij dat hij voorlangs ging. Dus of ik hem nou wel of niet zou hangen, geen haast. Dus, dat was een geluk voor jullie. En voor ons was dat een kleine teleurstelling. Maar ik denk dat we er allemaal mee kunnen leven. Dat die 1-1 toch een terechte uitslag was uiteindelijk. De een had misschien een procentje meer kans dan de andere. Over 2 weken? 3 dacht ik. Of 3 weken, ja. Dan SVZW Nunspeet? Beker. Voor de beker. Ja. En nieuwe kansen, maar ja, waarschijnlijk iets minder belangrijk voor de meeste clubs dan alleen de competitie. Want we staan beide natuurlijk in de competitie in de tweede helft van de stand. Klopt, maar ik vind niet dat je een wedstrijd zo moet ingaan, al is het een maand bekerwedstrijd. Daar geloof ik niet in. We zullen links en rechts wat andere jongens wellicht laten spelen. Die kunnen het ook weer laten zien en dat zal Lucas denk ik net zo voor ogen hebben. Dus ik vind het, nou, ik vind niet dat je een bekerwedstrijd zo moet klassificeren. Nee, dat geloof ik niet in. Oké, dat is in ieder geval wat wij in het verleden hier bij Nunspeet wel eens gezien hebben. Dat vond men het allemaal, zeker achteraf, altijd was minder interessant. Lucas, kijk jij er ook zo tegenaan? Elke wedstrijd is weer een mogelijkheid. Ik denk het wel. Ik denk ook dat we jongens die wat minder gespeeld hebben wel zullen laten spelen. Maar ook die wedstrijd die willen we graag winnen. Want het is leuker om bekerwedstrijden te spelen dan vriendschappelijke wedstrijdjes te organiseren. Dat heb je heel goed. En dan zit in ieder geval de druk erop. En hoe verder je komt, hoe interessanter het wordt. Beide trainers, hartelijk bedankt voor jullie commentaar. Succes. Dank je. Verder. Maak ook voor zorg dat andere teams ook punten kwijtraken. Ja, met name dat wij punten pakken. En Lucas, natuurlijk geldt voor jou hetzelfde. Kon jij leven met de man of the match? Ik zag nog een iets grotere kerel die ook behoorlijk tekeer ging vandaag. Ik denk dat we er wel een paar hadden die ze uit hadden kunnen roepen als man of the match. Maar als een keeper van 18 jaar man of the match wordt, is ook goed voor een keeper van 18 jaar. Dankjewel. Vind ik een heel mooi en prima antwoord. Heren, nogmaals bedankt. Dit was het vanuit de businessclub van Nunspeet. Waar het vrij stil is. Misschien wat niet van teleurstelling, maar qua mensen. Helaas, tot de volgende keer. En niet helaas.